Oh, nee. Yes! Oh, nee! Mijn beentjes! Oké, ik was wel goed bezig. Ik had wel, denk ik, de goede manier te pakken. Hallo! En welkom bij NederNerds! Welkom! Nou, daar zijn we weer, jongens. Oh, ja. Kom op zeg, gaan we gelijk slaan? Nee, met een L en dan gelijk slaan. Ja, sorry. Oké, nou jongens, zoals je ziet, speel ik vandaag samen met een L'tje. Oké, nee, maar even serieus jongens. We zijn weer met Limbo. Ja. Lekker bezig. En we gaan nu kijken wat we hier allemaal weer moeten doen. Dit is weer zo'n magneetswitch, als ja. Wat ik de vorige keer had. Ja, inderdaad. Wat gebeurt er? Oh shit, wat is dat? Oh shit, huh? Dat is een karretje. Die daar komt hangen dus. Oh. En dan moet ik dus... Oké, dat wordt echt heel erg trippy. Oh my god, oké. Snel. Dus je moet heel snel zijn, lijkt. Ik denk het. Misschien moeten we gewoon deze aanzetten. Wauw. En dan als hij naar beneden komt. Oké, ja, ik denk dat we een soort van vaart moeten laten maken. Ja. Oh shit. Oh. Hij rent echt zo langzaam. Hij rent eigenlijk niet. Hij is gewoon super slow. Jip. Is geen zon. Jip die kan niet echt rennen. Oké, en nu wordt het zo. En dan 1, 2, 3, jump! Wow! Oh yeah! Oh yeah! Oké, wat wordt dit? Oh shit! Oké, hier had ik dood gegaan, denk ik. Ja. Glijden! Yeah! Spring! Oh shit! Oh nee! Oh shit! Oh wow! Ik moest op de knop drukken, gelukkig. Dat had ik wel al door. Oh my god! Oh shit! Je had op dat stukje moeten springen waar geen elektriciteit zit. Ik ben dood. Niet doodgaan. Sorry. Oké. Dit is zo trippy. Oké, je hebt gelijk. Ik heb gelijk, mensen. Oké, we hebben het overleefd. En nu naar beneden gewoon? Of daar zo op springen? Ik denk dat je daarin moet springen en dan meteen op de touw springen. Oké, shit. Bam! Oké, niks aan de hand jongens, niks aan de hand. Wel close call. Langzaam naar beneden. Gewoon loslaten? Ja, ik denk het. Ik weet niet. Ik weet het niet. Ja, ik denk dat je gewoon daarin moet. Ja, als je die andere kant op was gegaan, dan was je de afgrond in gedonderd. Ja, dan was ik dood geweest. Alweer. Oh my god, wat is dit? Ik vertrouw echt niks in dit spel. Oh shit. Ik verwacht dit. Oh, het is weer zo'n timer ding. Of niet? Ja. Ik denk het, ik weet het ook allemaal niet meer. Oh, jeez, Louise. Ik denk dat je op die doos moet springen snel. Oh nee. Yes! Oh nee, mijn beentjes! Oké, ik was wel goed bezig. Ik had wel, denk ik, de goede manier te pakken. Ik wist het alleen nog niet zeker, totdat ik gewoon wat gokte, weet je wel. Dus ik moet springen, ik moet dan deze doen. Dan komt die doos hier. En dan kan ik eigenlijk zeggen van sleep. En dan moet ik eigenlijk gewoon hier staan. En een beetje verder duwen en dan hier staan. En dan boom. Oké, ik ga nu voor safe spelen. Ik ga deze hierheen duwen. En zij zeggen, oh klim er snel op, snel. Maar nee, we gaan gewoon terug. En dan klik ik gewoon weer die knop aan. En dan gaan we gewoon lekker relaxed, gaan we daarheen lopen. Niks aan het handje, springie, hopsie, flingie. Oh is dat een woord? Kijk, en nu kan ik gewoon makkelijk hier overheen. Oh kijk, uitkijken, Woe! Oh nee, ik drukte. Oh, zijn beentjes. Oh, hoorde je ze krakken? Ja, ik hoorde ze krakken. Oké, ik ging dus goed, maar ik was weer te enthousiast met niet goed springen. Inderdaad. Ik vind dat tof dat in die achtergrond ook zo'n kubus naar achteren valt. Ja. Oh. Maar ik vind het wel echt trippy level. Ja, maar dat is leuk, dat is wel tof. Let it go. Let it go. Ik weet niet waarom ik dat zei. Ik weet het ook niet. Een beetje schorre keel, jongens. Oh, ik heb het toch niet aangestoken? Nee, ik heb gewoon niet genoeg gedronken eigenlijk. Oké, is dat het? Ja, joh. Je moet wel blijven drinken natuurlijk, hè. Dat is waar. Dat is goed voor je... Dat is één ding wat zeker is. Vochtinname is altijd heel erg essentieel in je leven. Oké, timen. Hoppa! Yeah! Oh ja, ik zie weer een mitrailleur. Oh shit. Oh shit. Nee! Oh wauw, dit is dus... Oké, dit is het einde. Had je die doos... Je had die doos mee moeten nemen. Hoe kan je die doos meenemen dan? Oh shit, die magnetisme die gaat soms weg en weer terug. Oh shit, die ben ik dood. Oké. Ah. Oh, dacht zo. Zo. Hij ging weer omhoog. Oké, hoe gaan we dit doen? Dit gaat soms omhoog en soms naar beneden. Oh ja, je hoort het ook aan het timing ding. Dus eigenlijk moet ik wachten tot hij daar zegt van... Oh nee, yes! Oh fuck, oké, ben ik dood? Oh, blijkbaar. Ik was dood. Oh, wauw. Als je met je hand misschien ertussen gekomen. Oké, nu gaat hij naar beneden vallen, die blok. En dan kan ik, snel klimmen, yes! En dan moet ik snel rennen naar de overkant en springen. Oh nee, Jip is niet meer zo spraakzaam. Jip is een pannenkoek geworden. Jip en pannenkoek. Sorry, ik kom niet laat. Jip en Janneke pannenkoek die bestaan. Serieus? Volgens mij wel. Dan heb ik trek in pannenkoeken, jongens. Lekker. Laat in de comments weten wat je lekkerder vindt. Wafels of pannenkoeken. Oh shit, ik ben te vroeg gesprongen. Ah, dood aan alles. Maar laat het weten in de comments. Wafels, van die Belgische leukste wafels, of pannenkoeken? Pannenkoeken. Oké, dit is goed. Oké. Oh shit, ik heb nog een idee. Oké, ik heb een idee, maar ik moet het even uit gaan proberen. Wat voor een idee? Ja, dat ga ik zo laten zien. Wat voor een idee heeft hij? Oh, ik weet niet wat het idee. Nee, dat is echt een slecht idee, jongens. Slecht idee. Dat was niet een goed idee. Oké, even kijken hoor. Wat moet hier nou gebeuren in godsnaam? Het is gewoon weer zo'n timer dingetje. Oké, ik moet dus echt timen. Als die naar beneden gaat, snel. Hoppa, springen. Rennen, Jip! Rennen! Oh yeah, Jippie de flippie. Oké, dit is dus gewoon makkelijk te halen. Oh shit, niet weer. Oh shit, oké, ik ben dood. Oké, nee. Mama. Oké, Jip is weer dood. Ben ik wel aan de overkant? Oh, gelukkig dat wel. Oké, dus ik kan hier niet tussen. Want daar gaat hij naar boven en dan kan ik niet tussen. Maar moet ik dan gewoon gaan rennen voor het leven? Nee, dat kan niet. Ik moet... Oh, wacht, ik weet het al. Ik denk dat je daar naar beneden moet... Ja. Oh, nee. Ah, ga je kakken de rollie. Dat is een mooi antwoord. Ja. Oké. Zo. Baby. And that's how you do it. Oh, yeah. En dan gaan we hoor. Wee. En dan kettingzaag. Oh, shit. Is dit goed? Ik weet niet. Oh nee, dat is niet goed. Hupsie. Stop daar. Hupsie, flupsie. Oh my god. Oké, dat is dus de korte manier om je haar heel kort te knippen. Oh shit. Woo! Oh snap! Fuck yeah. Oh wow, dit level. Living on the edge of a blade. Of a thingy. Oké, daar is dus messen. Daar is... Oh nee, oké. Je had dus op dat knopje moeten drukken. Ja, ik wilde drukken, maar ik drukte hem verkeerd dus. Oh nee, ik drukte. Oh shit, zo moet het ook. Niet zo. Oké. Ah, fuck man. Wat is nou het knopje waar ik moet drukken? A toch? Ja, A. Ah, fuck nee. Oh shit, zijn hoofd. Best wel grappig eigenlijk. Sadist. Ja, zo kom op zeg. Dat is gewoon grappig jongens. Oh shit, nee, dat is niet wat ik wilde. Oké, snel doorlopen. Ja, nu word je... Nee, oké. Dat is echt wel wat van Jippie. Hij drukt niet! Ik druk serieus 5 keer gewoon. Ja, dat is een elektriciteit, dus ik moet... Als je naar beneden gaat... Kijk, dat moet zo. Ik moet nu nog niet drukken, maar nu moet ik terug. En dan... Yes, kijk, en dan gaat hij zo. Huh? Juist. En oh shit, wat gebeurt er nu? Huh? Wat is dit? Is dit een ruit? Is dit goed? Wat is dit, jongens? Slow motion. Maar is Jip nu dood? Of ben ik nu klaar met het spel? Of... Ik weet het niet. Dit is gewoon... Dit is raar. Dit is eng. Zijn zijn beentjes nou gebroken of niet? Nee, hij landt gewoon. Oh my god, what the hell? Ik zou dood zijn als ik zo landde, maar... Jip die kan dat wel aan. Ja, maar wat is er nou eigenlijk aan de hand? Geen idee, het ziet er heel vaag uit alsof het door de ruimte heen zweeft. Ja, een soort van Matrix-actie, weet je. Zo. Ja. Oké, zoiets. Maar dan Jip en Janneke-stijl. Jip en Janneke-stijl, ja. Wat de hel? Oké, hij ligt nu. Oh, we zijn weer toch bij af. Serieus? Oh my god. Oh my god. Dit is de scène waar we mee begonnen. Dat is Limbo. Want Limbo is het oneindige tussen de hemel en de aarde. Oh my god. Hebben we alles voor niets gespeeld? Of juist voor het spel. Oh shit, hij is wakker. Hoi Jip. Goedemorgen. Godverdomme, moet ik alles weer hetzelfde doen? Oh mijn god. Wat zou hij een kutdag hebben nu, jongen? Wordt hij wakker, al die ellende. Wat gebeurt nou als hij terugloopt dan? Hè? Dit hadden we de vorige keer niet. Water niet, nee, maar... Oké, laten we nog gewoon de andere kant op lopen. Ik denk dat we toch gewoon die kant op moeten. Het ziet er toch anders uit, maar het voelt inderdaad net alsof we gewoon weer terug bij af zijn. Hebben we een nieuwe wereld geopend? Ik weet het nog niet. We gaan het zien, jongens. Komen jullie mee op ons avontuur? Samen met Jip. Door Limboland. Ja. Oké, het voelt echt wel alsof het gewoon hetzelfde is. Ik voel weer een spin aankomen. Waar voel je hem zitten? In je uilenpakkie? Ja. Oh, ik kan nu niet sturen. Ik kan nu... Oh, dat is Janneke. Ja. Janneke! Is dit toch het einde? Ik denk dat dit het einde is, want ik kan niet sturen. En Janneke zit daar een lijk te aaien of zo, toch? Ineens spin. Ik weet het nog niet. Ik denk dat dit eindelijk Jip zijn laatste zoektocht was geweest. Wauw. Het ziet er wel mooi uit. Jip en Janneke zijn herenigd. Is dit het? Is dit het? Is hij misschien gewoon... Dit is het, jongens! Dit was het! Oh mijn god! We hebben het gewoon uitgespeeld. Wauw. Nou, jongens. Dat was wel best wel een korte game. Ja, het is niet een hele lange game. Maar voor de game zelf is het best... Ja, ik vond het best tof. Ik vond hem ook wel tof. In het begin had ik wel zoiets van... Oh my god, wat is dit? Ik moet zeggen, ik vond het einde wel een beetje zo van... Wow, is dit het einde? Serieus? Want ik vond andere stukjes veel moeilijker dan dit einde eigenlijk. Ik vond die waterlevel echt frustrerend. Ja, dat was echt super kut. Dat was gewoon echt klote. Ik zie nog wel iets door de letters heen. Ik weet niet of dat aan mij ligt. Ja, wacht, de wereld is gewoon weer een soort van... Ja. We zien toch niet straks Jip ineens dood aan een touwtje hangen of zo, hè? Want ik zie heel veel Scandinavische namen. Ja, het spel is ook in die kant van de wereld gemaakt. Ja, dus, dat zie ik. En Jorgensen. Ja, en heel veel. Ja. En Spork. Ik weet niet of Spork hetzelfde is. Ik denk dat het komt uit Denemarken. Ik zag Danish. Oh, ja, dan zeker. Nou, jongens. Vonden jullie deze gameserie nou leuk? Dan willen we dat graag van jullie zien, weet je wel. Geef ons de like op deze serie. Als je de aflevering nog niet gezien hebt, je kan alles terugkijken. Alles staat gewoon op onze YouTube-pagina. Natuurlijk, subscribe voor de volgende game. Dood? Oh shit, is dit serieus? Oh my god, dit is het scherm de hele tijd waar we naar kijken elke keer. En ze liggen daar gewoon dood, gewoon op de grond. Oh wauw. Oké, dit is best wel disturbing, jongens. Oh, we hebben alles voor niets gedaan. Nee, niet voor niets, want we hebben het uitgespeeld. En ja, maar Jip is nu dood en Janneke ook. Maar misschien waren ze al dood en was dit het stukje tussen de hele wereld in. Weet je. Maar goed, jongens. Subscribe voor meer. We gaan hierna op de Wii U een game spelen. We weten nog niet welke. We zitten te denken tussen Super Mario 3D World. En Donkey Kong. En Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, Tropical Freeze, dus laat in de comments weten welke jullie het tofst vinden. En misschien gaan we die wel spelen. Ja, superleuk. Nou, zien we jullie bij de volgende serie. Tot de volgende keer. Dag. Oh, nee. Oh shit. Die spin. Wat moet ik doen? Nou, ik weet het wel, maar als ik het vertel, is het dan vals spelen? Ik denk dat je even... Nee, je moet niet terug. Hij komt niet achter je aan. Jawel. Nee, die spin komt niet achter je aan. Hij komt wel achter me aan. Nee.